Enkele bewoners van het woonpark Anjer aan de Tiberiusstraat zijn ten einde raad. Zij willen graag een oplossing voor de problemen die zijn gerezen met betrekking tot de mogelijke veiling van 3 percelen en woningen en een naderende uitspraak van de rechter op 12 oktober. Zij hebben zich daarom verenigd in het buurtcomité Woonpark Anjer, zodat zij gezamenlijk ten strijde kunnen trekken. Onze nieuwsdienst nam een kijkje bij het woonpark en sprak met Fred Lopman, de algehele coördinator van het buurtcomité. We staan hier voor de ingang van het woonpark Anjer. En als u eigenlijk terugkijkt richting de straat, dan ziet u dat de weg hier een beetje gebarricadeerd is, omdat de bewoners ontevreden zijn over wat er staat te gebeuren op 12 oktober. En ik ga hierover praten met meneer Lopman. Meneer Lopman, wat is precies hier aan de hand? Nou, wij zijn niet alleen ontevreden, maar wij hebben heel veel moeite met de onrechtvaardigheid die wij ervaren door een uitspraak van de rechter in juni. Dat 3 objecten hier mogen worden verkocht op de veiling. Het gaat om 2 woningen en 1 perceel. Er zijn nog 4 objecten die gaan 12 oktober onder de hamer. En dan horen wij en weten wij of daar ook beslagen op mogen worden gelegd. Op die 4 objecten. Van die 4 zijn er 2 woningen en 2 percelen. Het is de heer Moengra gelukt om 315 percelen hier te verkopen volgens een eigen gemaakte kaart. Zijn kaart is niet goedgekeurd door OWNV, integendeel afgekeurd, afgewezen zijn verzoek voor een vergunning. En de vergunning die hij heeft gehad, de PL 27, die is in de jaren 90 verlopen, expired. Hij heeft toch die percelen verkocht en het moment van kopen van die percelen, de meesten hebben 2006, 2007 gekocht. In het moment van kopen waren er geen beslagen op de percelen. Er waren geen beslagen. Maar de heer Moengra en de notaris en ROGB, die hebben gedraald om die percelen af te geven, de transportact af te geven. Omdat meneer Moengra pas in 2010 een transportact, een vergunning heeft gehad van ROGB om de percelen over te schrijven. Pas in 2010. Maar hij begon met de verkoop in 2008. Toen waren er geen beslagen. De eerste beslagen kwamen in 2010, 2011. En volgens de Surinaamse wetgeving telt alleen maar de datum waarop een transportakte wordt ingeschreven bij het GLIS. Dus omdat hij gedraald heeft, liggen al die data na de koopdatum. Maar ook na de datum van de beslagen. Deze mensen zijn allemaal de dupe geworden van een hele slechte regelgeving in Suriname. Lopman geeft verder aan dat het hard is dat mensen die in een periode van 4 tot 5 jaar hun huis hebben gebouwd, nu te horen krijgen dat ze gewoon eruit gezet zullen worden. De beslagleggers die nu hun geld opeisen, zitten in het buitenland. Lopman vraagt dus aan de regering dat zij een mogelijke oplossing bedenkt voor deze mensen die echt met hun handen in het haar zitten. Vragen aan de autoriteiten. En om een alternatief te verzinnen, toe te passen. En het alternatief kan natuurlijk zijn, een van de opties is in mijn perceptie, je gaat naar de beslagleggers toe. De ene zit in Cuba en de andere zit in Nederland. Maar ze hebben een advocaat hier, de heer Adelaar. Je gaat naar de heer Adelaar toe en je biedt hem een kolossaal stukje land aan voor die 2 mensen. 6, 7, 8, 9 hectare in ruil voor datgene wat ze hier wilden doen. Dat is wat ik vraag. Volgende week is 12 oktober. 12 oktober is volgende week, maar dan wordt het beslag, het verzoek voor beslaglegging van de beslaglegger, wordt dan of afgewezen of toegewezen. Daarna komt pas het verzoek om te mogen veilen en daar moeten wij op een gegeven moment middels een kortgeding proberen om dat te stoppen. 20 juli ben ik naar de rechter geweest, ja. Of voor de rechter geweest. Samen met nog 2 anderen. Dus wij zitten, 3 mensen, dus nu echt in de problemen. En na ons dan weet ik niet hoe het verder loopt. Maar er zijn nog 4 mensen op het project ook die achter ons zijn. Ik weet niet hoe hun zaak gaat lopen of aflopen. En nu staat de veiling voor de deur. 22 november is de veilingsdatum. En er kan niks aan gedaan worden om het te sluiten. Of tenminste, u probeert. Dus dat zijn we bezig te proberen. En ja, hierbij vraag ik de regering om onze helpende hand te bieden in deze.
U was gewoon een legale koper. Ja, u heeft die per. Bij Moengra, we hebben alles uitbetaald. We hebben gebouwd. En nu deze veilingen. Huisbezitter, hij is vrij jong, dus u heeft hard gewerkt. Heel hard gewerkt. Zes jaar lang mijn buik vastgebonden. En kijk wat er nu gebeurt. En ik bleef vast net 2 jaar hier. Dan, en 20 november wordt de veiling gehouden. En dan waar moet ik nu gaan? Ik ben zo radeloos. Dit gaat al bijna. Het gaat al een tijdje. Ik heet zelf helemaal slecht. Mijn moeder ligt nu in het ziekenhuis zelf. Ze is 2 keer. In dit korte proces is 2 keer in het ziekenhuis gegaan. Stress en hartproblemen zelf niet. Wat ze helemaal niet had. Nu leven we hier maar. Als ik dit verlies heb ik niets. De gedupeerde bewoners Daryl Rasit en Vijay Gauri. Zij benadrukken dat zij met hard werken en grote inzet hun huis hebben kunnen bouwen in het woonpark Anjer. Ze dreigen nu hun bezit kwijt te raken door slordigheid, onverschilligheid en hebzucht van de nuwelen ondernemer Surindra Moengra. De bewoners die nergens meer terecht kunnen, vragen dat de regering en met name president Desi Bouterse ingrijpt en hen zo redt van een vreselijk noodlot.